Actievoeren ziekenhuispersoneel doet het wel vaker, voor een beter loon bijvoorbeeld. Tot nu zijn die acties echter klein, per ziekenhuis, en dat ziekenhuispersoneel nu massaal het werk neerlegt, dat hebben we nog nooit meegemaakt. In onze regio doen 9 van de 11 ziekenhuizen mee. Personeel van de ziekenhuizen in Leiden, Alphen aan de Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Leidschendam en de vier Haagse ziekenhuizen staakt. Dat doen ze omdat ze 5% meer loon willen. Een extra toeslag eisen als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen. En er betere afspraken over werk en rusttijden moeten komen. Dat duizenden ziekenhuismedewerkers tegelijk het werk neerleggen is bijzonder omdat staken en demonstreren voor hen niet zo makkelijk is als bijvoorbeeld voor boeren en leraren. Het leven van patiënten mag namelijk niet in gevaar komen. Daarom kan er alleen op grote schaal worden gestaakt als alle risico's zijn afgedekt in een actieplan waar zowel vakbonden als werkgevers achter moeten staan. Het betekent ook dat niet alle zorg plat ligt. Zorg voor bijvoorbeeld kinderen, kankerpatiënten of in levensbedreigende situaties is vandaag gegarandeerd. Voor alle andere zorg die een dagje kan wachten zijn de ziekenhuizen dicht.